Gomos tegen GVAV Rapiditas. En de gasten zijn de shirts vergeten. En dus spelen ze vandaag in het oranje. De uitenus van Gomos. En bij de thuisploeg zien we met nummer 10 Joris Adams. De zoon van Michiel Adams, de oud-spits van Veendam. Ja, kijk, Joris lijkt op zijn vader. Gewoon een echte liefhebber. En die straalt gewoon heel veel plezier uit. Nou ja, hij is nog maar 16 jaar. En hij is enorm leergierig. Wil altijd meedoen. Traint altijd mee op de dinsdag. Ja, hij is gewoon een fantastisch ventje. 16 jaar is hij nog maar. Joris Adams dus maakt zijn basisdebuut bij Gomos. Dat goed begint. Het is derde minuut. En de vrije bal voor de thuisploeg naar de overtreding. Die wordt gemaakt op Ivo Drent. Achter de bal Ronald Sloots. Doelman Remco Molenaar zet zijn muur neer. En Sloots meer te aanloop met zijn rechterbeen om de muur heen. In het zijnet. Een heerlijke goal van Gomos. Dit is nog eens lekker beginnen aan de wedstrijd. Doelman Molenaar kansloos. Weer de thuisploeg. En weer is het Sloots. Nu koppend. Want de redding op de doellijn van de captain. En dat is Boyd Kooi. GVAV dus 12 uit 4. Wil eigenlijk ook wel weer richting de eerste klasse. Maar dan moet je wel beter schieten. Patrick Venema. Dit is hopeloos. Dan weer Gomos. Aardige poging. En dan moet dit natuurlijk gewoon een goal zijn. Wat een kans voor Van der Horst. Na de inzet van Guido Kolen. Tja, dat beseft hij ook. Wim Bakering. Vorig jaar werd hij met Gomos de eerste kampioen van Drenthe. En het zou toch wat zijn dat hij met deze ploeg naar de eerste klasse gaat. Het is in de geschiedenis nog niet gebeurd. Het zou een unicum zijn. En is hij er dan nog? Adams. Met zijn eerste kans. Want Adams wordt wel begeerd door betaald voetbalclubs. 16 jaar natuurlijk. Mag nog in onder 17 spelen. Tweede helft. Tja. Je moet hem wel maken. Tweede grote kans voor Van der Horst. Maar wederom geen goal. Dus mag je zeggen, GVAV leeft nog. Maar dat is eigenlijk niet het geval hoor. Want die ploeg is dramatisch. En wat gebeurt hier? De doelman zit fout natuurlijk. Hij maakt de overtreding dan ook op Ivo Drent. En wordt er dan van afgestuurd. Remco Molenaar, maar was het buitenspel in eerste instantie? Want daar denkt GVAV aan. Adams in ieder geval niet. Maar Adams stopt met lopen. Keeper Molenaar, ja, die maait dan volledig langs de bal. En stuit dan Ivo Drent. Ja, hij vlagde wel. Maar dat signaal werd niet overgenomen. En dus moet GVAV met 10 verder met een nieuwe doelman. En die mag gelijk gaan vissen. Want wat schiet hij hem wederom heerlijk binnen. Ronald Sloots. 2-0 Gomos. En dan is de wedstrijd binnen. Blijft Gomos ongeslagen. En gaat het naar de koppositie. Maar blijft het 2-0 of wordt het nog 3-0? En het laatste is het geval. En hoe mooi is het dat Joris Adams zijn basisdebuut bekroont met een doelpunt. Gomos wint met 3-0. Vader Michiel Adams kon het net vinden. En ook zo'n lief doet dat. Maar kan Gomos ook een rol van betekenis spelen in de strijd om de titel? Ja, ik hoor de trainer altijd zeggen van we moeten eerst zorgen dat we 30 punten hebben kunnen meegaan doen. Maar ik hoop dat we nu al mee kunnen doen. Ik bedoel, we spelen hartstikke mooi. We winnen van de kampioenskandidaat naar mee. Dus dat moet kunnen toch? Ik vind dat het moet kunnen. Kijk, we hebben nu 4 wedstrijden gehad. En ik vind dat we gewoon een goede indruk achterlaten op dit moment. En we moeten eerst maar eens 4-5 wedstrijdjes verder zijn. En dan zien we wel waar we ongeveer staan. Wim Bakering blijft met beide benen op de grond. En misschien is dat ook wel terecht. Want moet je eens kijken hoe spannend het is in de tweede klasse K. Gomos wel bovenaan. Maar er zijn meer ploegen met 12 punten. Onderaan is er één ploeg met nog geen enkel punt. En dat is Forward.